U allemaal hartelijk welkom. Ik meld u dat met kennisgeving aanwezig is de heer Schenkel. Wegens ziekte. En dat mij gemeld is dat bij het uitoefenen van enige sportieve activiteiten de heer Hamster een ongevalletje heeft gehad. Dat hij daar de gevolgen daarvan zelfs 2 dagen in het ziekenhuis heeft gelegen. Vandaag alweer thuis is gekomen. Dus nog een enige tijd uit de roulatie zal zijn, vrezen we. Ik zou willen voorstellen om hem namens ons allen in attentie te sturen. Dat doen? Akkoord, dan doen we dat. En wens hem van deze kant, mocht het zijn dat hij via RTV Stadskanaal meeluistert, van harte beterschap. Dan kom ik bij de vaststelling van de agenda. U hebt een gewijzigde agenda gekregen, waarin in elk geval is toegevoegd het besluitenlijst en toegevoegd is een nieuw besluit over nummer 11. Agenda punt nummer 11, eindrapportage bestuurskrachtonderzoek. Wie van u over de agenda? Ik kan er. Ja, voorzitter, ik wou meteen maar aanhaken bij dat agenda punt 11. Toen ik het stuk zo las en ook even met besluitvorming in Bellingwedde in mijn achterhoofd, heb ik eigenlijk een rondje gemaakt naar de andere fractievoorzitters met het voorstel van is het niet verstandiger dat we dit stuk in een later stadium gaan behandelen, want ik kan me goed voorstellen dat er vanuit Bellingwedde nog een brief kan komen naar ons, wat misschien nog van invloed op de behandeling van dit stuk kan hebben. En vandaar dat ik eigenlijk wil voorstellen namens de andere fractievoorzitters om dit stuk tot nader orde af te voeren. Wil iemand daar het woord nog over? Yes. U kunt daar met het voorstel van de heer Kanter instemmen. Dan is dit agendapunt van de agenda afgevoerd. Dan komen we daar op een geëigend moment met een aanleiding van de woorden van de heer Kanter op terug. Dat was de agenda. Dan insprekers zijn mij niet gemeld. De besluitlijst van 13 oktober. Wie van u over de besluitlijst? Niemand is hier vastgesteld. Dan gaan we naar de lijst van ingekomen stukken. Als ik het goed heb, ja, dan is er één van de gemeente Dinkelland. Heer Dijkstra, nog iemand? Heer Dijkstra, gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. Namens alle fracties zal ik vanavond het woord voeren over het ingekomen stuk van gemeente Dinkelland betreffende AWBZ maatregelpakket 2009. Wij constateren dat er in brede kring bezorgdheid is over de voorgestelde snelle invoering van deze bezuiniging op de AWBZ-voorzieningen. Staatssecretaris Bussemaker heeft zelf aangegeven in 2009 als een overgangsjaar te beschouwen, maar ze wil wel meteen beginnen met de uitvoering van de bezuinigingen. Het gaat ons hierbij vooral om de zorgvuldigheid van de invoering van dit pakket, waarover in deze motie wordt gesproken. Er is voor de gemeenten op dit moment ruim 2 maanden voor de beoogde invoering volstrekt onduidelijk wat voor hen de bestuurlijke, juridische, financiële en organisatorische consequenties van het maatregelenpakket zijn. Onze fracties zijn het eens met deze motie, of de fracties in deze raadzaal zijn het eens met deze motie Dinkelland, die uitspreekt van oordeel te zijn dat het uit oogpunt van zorgvuldigheid en communicatie onverantwoord is dat het AWBZ maatregelenpakket per 1 januari 2009 wordt ingevoerd en dat de invoering met minimaal 1 jaar dient te worden uitgesteld, omdat in 2009 als gezamenlijk voorbereidingsjaar de onzekerheden en onzorgvuldigheden waarvan nu sprake is kunnen worden opgeheven. Daarom vragen wij namens alle fracties deze motie niet voor kennisgeving aan te nemen, maar te ondersteunen en dragen we hierbij het college op alles in het werk te stellen om via de geëigende kanalen, zoals het ook in de motie staat, te bewerkstelligen dat het noodzakelijke uitstel wordt gerealiseerd. Ik dank u. Dank u wel. Andere leden niet, begrijp ik. De reactie van de kant van de wethouder. Ik zal straks wel even iets zeggen hoe we daar dan in formele zin mee omgaan. Allee. Het college schaart zich achter uw standpunt die u vertolkt ook namens de raad. Dus ik hoef dat denk ik niet over te doen. Wij scharen ons daar voor de volle 100% achter.
Dank u wel. Ik lees in de motie, dames en heren, dat aan het presidium van Dinkeland, en dat zou u kunnen doen, wordt verzocht deze motie te sturen aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, aan de Tweede Kamer en de VNG en aan de gemeenteraden van de Raad in Nederland. Het laatste zouden we achterwege kunnen laten, want die hebben natuurlijk allemaal die van Dinkeland al gehad. Maar dat er namens u met afschrift nog een keer van deze motie een brief gestuurd wordt naar de staatssecretaris, naar de Tweede Kamer en naar de VNG. Ja, kunt u met zo'n die handelswijze instemmen? Dat doen we dan zo. Dan wordt er morgen en uiterlijk overmorgen dit verzonden. Daarmee agenda punt 5 gehad. Agenda punt 6. Inlichting van de kant van het college. Geef wethouder Boy het woord. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik wil even meedelen dat de nota's van DIFTA eerste half jaar, aantal bezwaren wat er binnengekomen is, dat is totaal 34. Dat zijn 13.500 aansluitingen. Dus het komt neer dat slechts 0,25% van het totale aantal bezwaren is binnengekomen. Dank u wel. In de vorige vergadering hebben wij met elkaar uitgebreid gesproken over de situatie van de familie Saninka. Ik kan u mededelen dat wij contact hebben gehad met de advocaat. Dat er een herhaalde asielverzoek is ingediend op medische gronden. En dat er halverwege november een gesprek zal zijn met mevrouw Saninka in die procedure. Die moeten we dus verder afwachten. Dat heeft ook zijn eigen tijdsgang, wanneer dat het een en ander zal zijn. We hebben ondertussen ook gekeken wat zouden we kunnen. In de geest van de bespreking die er bij uw raad is geweest. En we hebben Vluchtelingenwerk Groningen, provinciale overkoepeling, bereid gevonden om de financiën die wij beschikbaar zouden willen stellen voor de tijdelijke huisvesting die er nu op dit moment is van de familie Saninka, om die van ons te ontvangen en dan door te kunnen betalen en de kosten op welke manier dan ook maar te kunnen vergoeden. Dat past in het systeem, financieel systeem wat we hebben, want we kunnen bijvoorbeeld de bijstandsuitkering niet weer opnieuw opstarten. Maar op deze manier zijn we tegemoet gekomen aan datgene wat u de vorige keer in deze raad hebt gezegd. En dus nu is afwachten hoe de verdere procedure zal zijn die bij deze asielverzoek past. Dat was van de kant van het college. Vragenuur is mij niet gemeld. Interpellaties ook niet. We komen bij de rondvraag. Wie van u? Heer Borgesius. Als enige, heer Borgesius. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had dat misschien wel even verwacht bij punt 6, inlichtingen van het college. Want het zal u ongetwijfeld bekend zijn dat er denk ik wat een zorgelijke ontwikkeling gaande is bij een zorginstelling die ook in deze gemeente is gehuisvest. En niet alleen in deze gemeente dat doet, maar ook in andere gemeenten in deze provincie. En we hadden daar eigenlijk toch wel wat mededelingen van de verantwoordelijke wethouder van verwacht. Van, we praten hier dan over, in dit geval over Philadelphia. En die verzorgt natuurlijk ook zorg binnen deze gemeente. En onze vraag is richting de verantwoordelijke wethouder. Zijn daar reeds contacten over geweest? Of krijgen we daar misschien in de volgende vergadering een keer wat mededelingen over? Dat was eigenlijk datgene wat ik wilde zeggen, voorzitter. Een korte reactie van de kant van de wethouder. Hey, voorzitter, als het gaat om de informatie over Philadelphia, dat kan het kort zijn. Dat hebben we ook via de krant kunnen lezen. Maar verder is er geen actie van Philadelphia naar het gemeentebestuur geweest. En we zijn ook in die zin niet actief geïnformeerd. Dus wat de gevolgen zijn voor de lokale situatie en of die gevolgen er zijn, daar zijn we niet van op de hoogte.
En dat is natuurlijk ook iets wat buiten de directe verantwoordelijkheidssfeer van het gemeentebestuur ligt. Laat dat wel zijn. Nee, daar ben ik vanzelfsprekend met u eens. Maar ik dacht dat ze wel voor 160 mensen binnen deze gemeente zorg verzorgen. Dus vandaar. Ja, wij zijn er dus niet over geïnformeerd. Naar aanleiding van uw vraag kunnen wij natuurlijk wel ook informatie inwinnen. Ik denk dat dat ook een appel van uw kant is. Zo versta ik het. Dus dat zullen wij doen. Dat is de rolvraag, dames en heren. Dan gaan we nu naar het formele gedeelte. En kom ik bij de agenda punt 10, de najaarsnota 2008. Mag ik veronderstellen dat alle fracties daarover het woord wensen te voeren? Zijn dat de fractievoorzitters? Lijkt mij wel. Dan begin ik met de heer Kanter. Gaat u gaan. Ik twijfelde even of ik hierheen moest lopen, zoveel heb ik niet. De najaarsnota 2008. Nou, het resultaat wat het laat zien is in ieder geval prima, alleen iets minder prima was de voorjaarsnota. Maar goed, als je de algemene beschouwing hebt gelezen, dan zijn we ook al lang blij, dus dan gaan we over dit geld niet verder. Dan nog wel een paar opmerkingen naar aanleiding van de najaarsnota. Het viel ons op dat in ieder geval in dit stuk een lijst met afkortingen zat. Dat was erg prettig. En we willen toch een appel doen om het ook in de begroting en de rekening en de voorjaarsnota mee te nemen. Want vaak staan er nog wel dingen waarvan je denkt van nou, waar staat dit nou weer voor? Een zorgpuntje zagen wij bij de hoeveelheid aanvragen voor de bijzondere bijstand en het participatiefonds. Er werd een opmerking gemaakt dat dat minder is geworden dan gepland. En wij maken ons een klein beetje zorgen om waarom is dat minder. Kan het zijn dat de drempels te hoog zijn? Mensen weten het wellicht niet. Misschien een combinatie daarvan. Nee, goed, daar willen we toch proberen wat meer de vinger op te leggen. Minima voorlichting is daar een instrument voor. Goed, in de algemene beschouwingen komen we daar ook nog wel even weer op terug. Kijken we even naar de budgetten voor de wijkraden, voorzitter, dan vragen wij ons af of die budgetten wel voldoende zijn. En we zijn eigenlijk wel nieuwsgierig of daar inmiddels wat ervaring mee is. Want ja, als je toch een dergelijk instituut serieus neemt, dan zullen daar toch ook middelen voor moeten zijn. Maar misschien leidt ervaring al dat het voldoende is, maar graag wat aandacht voor. Groenonderhoud is een belangrijk thema voor de Partij van de Arbeid. Wij hebben daar de afgelopen jaren behoorlijk op ingezet. En we zien dus nu dat door de werking van de mobiele teams er verbetering zichtbaar is. Er wordt adequater gereageerd. Alleen we zijn er nog lang niet. Er komt dus nog een nota onze kant op daarvoor. Bij de algemene beschouwingen zullen we daar ook een voorschot weer op gaan nemen. Want dat moet gewoon beter. Dan wordt bij de mobiele teams ook nog even de werking van ons servicenummer genoemd. En daar is toch iets, waar wij toch een keer met het college over van gedachten willen wisselen. Want daar krijgen we toch iedere keer verschillende signalen over uit de samenleving. Of dat servicenummer nou wel zo werkt zoals het zou moeten werken. Het is al vaker in deze raad een discussiepunt geweest. En wij hebben er nog niet meteen het warme gevoel erbij van dat het allemaal maar goed komt als je naar dat nummer belt. Enige tijd geleden is er een aardige bassin met vloeibare mest uit elkaar geklapt. Daar is behoorlijk wat mest de vrije loop gegaan en daar staat nog steeds een rekening van €76.000 voor open. En wij waren nieuwsgierig of die inmiddels weer terug is bij bij de gemeente of dat nog steeds loopt. En
Nee, voorzitter, dat is dan even mijn laatste punt. Waar we toch wel een beetje van schrokken was een woord waar we tegenkwamen. Die stond trouwens niet bij de lijst met afkorting, want het was ook geen afkorting. Imagocommunicatie. Representatiekosten, noem het maar op. Je kunt er heel veel onder zien, maar nu kwamen wij imagocommunicatie tegen. En dat was dan zeg maar een cadeau van de gemeente richting de opening van het winkelseizoen. Nou, op zich prima. Alleen, ja, nu moeten wij achteraf daar geld voor beschikbaar stellen of het in ieder geval legitimeren. En ja, wij vragen ons af of wij niet gewoon standaard een post in de begroting voor dit soort zaken moeten opnemen. Dat, nou ja, dan is het in ieder geval legitiem. Nu moeten we het gewoon achteraf goedkeuren. Dat vinden wij eigenlijk een wat minder prettig gevoel. Zeker nu we hier eigenlijk een punt hebben waar we denken, nou, dat had ook even de raad tussentijds over geïnformeerd kunnen worden van, nou, we gaan dit doen. Vinden jullie dat goed? Hier zat eigenlijk geen tijdsdruk op. Dus mijn oproep, neem dat in het vervolg gewoon mee in de begroting. Dat was het voor mij. Dank u wel. Dank u wel. De Vlieger. Voorzitter, in het licht van de begrotingsvergadering van 10 november aanstaande zal ook de CDA-fractie proberen zijn bijdrage wat kort te houden, aangezien we bij de begrotingsvergadering zeker op een aantal punten willen terugkomen. Het beeld van de najaarsnota en de uitkomst van de septembercirculaire levert een behoorlijk positief beeld op. Financieel lijkt dit dan dit jaar ook goed af, lijken we dit jaar dan ook goed af te sluiten. Een aantal algemene puntjes als het gaat om de nota. En daarna nog een aantal inhoudelijke puntjes. In het algemeen, volgende. In de najaarsnota wordt een aantal keren aangegeven dat er projecten aangemeld zijn dan wel gestart. Het is ons echter niet altijd duidelijk om wat voor projecten dit nou precies gaat. En de CDA-fractie vraagt dan ook in de toekomst of men iets concreter kan zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan de projecten bij mantelzorg die niet vermeld staan. Ook wordt er een aantal keren verwezen van het ene programma naar het andere programma. En dat neemt soms toch bepaalde vormen aan waarvan wij denken van, is hier de duidelijkheid wel mee gebaat? Wij begrijpen best dat door overlap in de programma's dit ja, niet altijd te voorkomen is. Maar het CDA zou willen vragen of wij in een bijzondere raadsvergadering misschien wat aandacht zouden kunnen besteden aan de vorm waarin de begroting op dit moment gegoten wordt. Daarmee gaan we verder op de ingeslagen weg of kunnen we met de ingeslagen weg nog enige verbetering aanbrengen of op wat voor manier ook. Daar in elk geval vragen wij of we daarop in kunnen gaan. Dan de inhoudelijke punten. Het CDA wil eigenlijk komen met een voorstel in zaken wijkbeheer en openbare ruimte. We hebben daar het een en ander over gelezen in de najaarsnota. En in het bestuursakkoord hebben wij als gemeente aangegeven dat we willen investeren in een leefbare buurt en wijk. En we willen dat mensen daar prettig kunnen wonen. Nu is naast het wonen in een goede en passende woning de omgeving van het wonen belangrijk voor een goed woongenot. Al jaren spreken wij over het groenonderhoud. En al jaren zeggen we dat het eigenlijk naar een hoger niveau moet. En zeker dat deze dient te voldoen aan de door ons gestelde onderhoudsniveaus. Daar is ook het CDA een voorstander van. Maar waar hebben we het eigenlijk over? Het gaat bij het groen niet alleen om het onderhoud van het groen. Maar het gaat ook bij het totaalbeeld wat we daarbij hebben. En dan dus ook over de feitelijk aangebrachte beplanting. De beplanting is op diverse plaatsen meer dan 20 jaar oud, zoals u ook al aangeeft. En op diverse plaatsen toe aan een grondige renovatie. Iets wat de laatste jaren niet gebeurd is om besparingen te realiseren en waarbij dus wij als raad ook onze hand in eigen boezem moeten steken. Of noem je dat? Ik ben even de naam kwijt, geloof ik, maar klopt, hè? Wij hebben daar in het verleden toch de nodige bezuinigingen voor doorgevoerd. Nou, heel veel beplanting is dus erg verouderd en daardoor alleen al ontstaat een slordig beeld van het geheel. Het CDA vraagt dan ook het volgende. Om het geheel nu grondig en goed aan te pakken
wil de CDA-fractie een totaalvisie ten aanzien van het groen laten ontwikkelen. Dit is meer dan alleen een evaluatie van het huidige groenonderhoud en vervolgens daarbij meer geld in de uitvoering stoppen als nodig is. Nee, het CDA wil komen tot een eenheid in beelden. En stellen wij voor om hierbij een landschapsarchitect te betrekken om het geheel professioneel te benaderen. Uiteraard niet alleen een landschapsarchitect, maar ook zullen buurten en wijken hierbij betrokken moeten worden. We zijn benieuwd naar de reactie van het college ten aanzien van dit voorstel. Voorzitter, mag ik daar wat op? Ja. Nee, ik gaf net in mijn eerste termijn ook aan dat het groenonderhoud voor de Partij van de Arbeidsfractie ook van groot belang is. Het staat ook als een van onze hoofdthema's in ons verkiezingsprogramma. Dus wat dat betreft past uw voorstel wel in ons straatje. Wel zou ik graag willen vragen, volgens mij zei u het net ook al even hoor. We hebben nu een aantal onderhoudsniveaus geformuleerd. Voor het centrum onderhoudsniveau 4, 1 en dat gaat door tot onderhoudsniveau 4 voor de buitengebieden. Een landschaparchitect aan het werk zetten met de buurten en dergelijke erbij, daar zit nogal wat tijd in, denk ik. Bent u het met mij eens dat we in ieder geval wel moeten investeren, dat we in ieder geval onze afgesproken onderhoudsniveaus gaan realiseren de komende tijd. Dat we dat in ieder geval wel doorgaan en dat we nu niet een pas op de plaats maken totdat de nieuwe visie er ligt. Nou, dat zouden wij ook zeker niet willen. Kijk, je ziet nu in een aantal wijken dat er een duidelijke verbetering aan de gang is. Dat we als gemeente proberen die onderhoudsniveaus te halen. Dat lukt ons blijkbaar nog niet. We zijn de goede weg ingeslagen. Laten we daar niet zomaar van afwijken. Maar die visie om op langere termijn, dat die moet komen, lijkt ons wenselijk om gewoon op langere termijn kwaliteit te kunnen garanderen. Helder. Ja? Voorzitter. Ik onderstreep datgene wat zowel door het CDA als ook de Partij van de Arbeid is gezegd. Alleen, ik wou daar één opmerking bij maken. Het moet denk ik niet zo gaan worden dat een van de twee met de eer wil gaan strijken. Van, ik zie dit toch duidelijk als onderdeel van het bestuursakkoord. En dat wou ik even opmerken. Bedankt voor uw opmerking. Daar moet er gewoon één bij zijn, maar. En u, volgens mij vond u het jammer dat u dat niet was. Nou, we beslissen wel mee over het grondonderhoud. Heren, voordat u verder gaat. Kijk, het is nog altijd zo dat wij straks als raad toch die visie vaststellen. En dat we er toch naast staan om te kijken van hoe het onderhoud nu tot stand komt. Dus ik hoop dat we dan elkaar ook kunnen vinden in de manier waarop die visie uitgewerkt wordt. En dat die twee elkaar niet gaan bijten. Ik heb, dacht ik, ook richting u duidelijk een positief signaal afgegeven. Dank u. Goed. Dan nog twee andere punten. Dan is ten eerste de onderuitputting als het gaat om lasten nieuw beleid. Het CDA kan zich voorstellen dat er jaarlijks een gering bedrag door onderuitputting nieuw beleid opgevoerd wordt. In de ambities die je hebt zijn niet alle hobbels altijd te voorzien. Echter, op een van de bijdragen van de onderuitputting zouden we toch even willen ingaan. De ambities als het gaat om de wijkaanpak is middels het bestuursakkoord bij ons allemaal duidelijk. Wij vinden het dan ook jammer, en niet meer dan dat, jammer dat juist daarvoor een bedrag van rond 100.000 euro aan uitgestelde investeringen voorkomt. De openbare verlichting. Het CDA is er tevreden mee dat de komende winter niet in het donker grote gedeelten van het Verderveen worden gelaten, maar dat ze in het licht zullen staan. Het CDA moest echter wel even knipperen met onze ogen toen we lazen dat er voor die drie gedeelten in de gemeente waar de proefopstellingen komen ruim 250.000 euro aan investeringskosten zijn. Zijn nou de benodigde investeringskosten zo sterk toegenomen of zien wij iets over het hoofd? Wij vonden dit wel een behoorlijk bedrag voor deze drie plaatsen waar dan de verlichting aangebracht zou worden. En wij stellen dan ook eigenlijk voordat tot verdere invoering van het nieuwe verlichtingssysteem overgegaan kan worden, dus verdere uitvoering van het geheel, het CDA eerste nota openbare verlichting in de raad besproken wil hebben. Dit was de eerste termijn.
Dank u wel. Voorzitter, ik heb nog even een vraag hoor. U acht het niet zozeer nodig, deze proefopstelling, om tot een goede invulling van die nota te komen? Nee, die proefopstellingen, wat ik in het begin aangaf, ik ben blij dat ze er komen. Ook om te kijken van hoe het uitwerkt. Ten eerste, we moeten toch weten wat het effect van het geheel is. Ook omdat op alle drie gebieden volgens mij op verschillende manieren gedimd kan worden. Men ook gaat uitzoeken wat een beste manier is. Maar ja, deze investeringen die zijn wel dusdanig hoog dat wij ons afvragen van welke kant gaat dit op. Dus het is op dit moment eigenlijk meer dan we een vraag hebben over hoe zit het nu met de financiën. En deze drie proefopstellingen moeten ook zeker niet gestopt worden. Absoluut niet, daar moeten we mee doorgaan. Maar dan wel kijken we naar van hoe zit het met de rest. Ja? Dan krijgt nu de heer Wipse het woord. Dank u wel, voorzitter. Het gaat dus ook als andere fracties die tot nu toe gesproken hebben. Er enkele zaken willen wij hier wel benoemen. De rest krijgt ook in de algemene beschouwing de opmerking voor zover wij dat nodig achten. Toch eerst iets over jeugdeducatie. Alle gemeenten moeten voor 2011 een centrum voor jeugd en gezin hebben. We verwachten ook een snelle besluitvorming van een WMO-beleidsplan, want hierin wordt namelijk jeugdbeleid in een prestatieveld beschreven. We denken ook dat dit niet langer kan wachten. En de Raad bepaalt uiteindelijk binnen welke grenzen CJG moet worden gerealiseerd. En dit zal ook nodig zijn voor die goede invulling van de pilots die gepland staan. Een andere zaak is, er waren helaas de schade bij schoolgebouwen door vandalisme is niet verzekerd. Is dit nog te overwegen om dat wel mee te nemen of zijn de premies der dusdanig hoog dat we het beter zo kunnen laten? Pagina 10 hebben we daar nog iets over. Ik geloof dat je Kante dat ook al iets zei. Minder aanvragen bij het bijzondere bijstand en sociale participatiefonds. Is hier inderdaad meer bekendheid over nodig? We hadden al opgeschreven dat wij missen, bereken je recht op de site. Maar het bestuursakkoord, de evaluatie daarvan is inmiddels binnen. En daar lees ik in dat dit niet goed inpasbaar is. Dus om bereken je recht op de site mee te nemen. Waar ligt het aan? Graag duidelijkheid daarover. Pagina 13. De plannen voor onderzoek naar de goede openbare verlichting ondersteunen wij. Goed contact met de wijkraad, pagina 18. Om te komen tot een verruiming van de parkeerplaatsen willen we hierbij een compliment geven. We zijn niet zo ruimhartig in het uitdelen van complimenten, omdat wij gewoon goed doen, ook goed is. Maar hierbij willen we dit toch maken. Hier is een goed overleg geweest. Ik denk dat dat ook een voorbeeld is, zoals het toch kan. Dan zijn we als voorzitters ook geïnformeerd over de bouwplan, of de afhandeling van de bouwplan Drouwenstraat. Dat moet toch 30.000 euro worden verhoogd in dit plan, hè, in dit stuk. Er wordt nog van 150.000 gesproken. Pagina 22. Positief is ook de vermindering van de klachten over onderhoud. Groen, over onderhoud groen is positief. Wij willen ook CDA daar best mee in ondersteunen, dat zij ook een goed beeld van ons groen onderhoud willen hebben. Wij willen daar ook bij aansluiten, zelfs een groen in de buitengebieden. Dat we een totaalvisie daar eens over krijgen. We wachten inderdaad ook de noten af, in hoeverre daarin ook al invulling wordt gegeven. Dan nog iets over pagina 27. Oost-Groningen digitaal. We weten allemaal dat wij daaruit zijn gestapt, maar kan het niet worden voorkomen dat wij toch nu ook nog weer bij contractuele verplichtingen bij uitreden nog 20.000 euro moeten betalen aan de contributie. Mogelijk kan hier beter op gelet worden wat dat gaat kosten. Dan nog even terug naar pagina 4, voorzitter. Het gaat over de fundering van de Meidoornschool. De raad was er ook
meen ik zelfs unaniem in om die kosten mee te nemen als het nodig was bij dus hogere bouwen die fundering versterkt zou worden. Dat geeft u in de najaarsnota nu ook al aan. Dan is er ook een hele artikel in de krant verschenen over de nodige voorziening voor de Meiroenschool. Extra lokalen zouden nodig zijn. Laat ik bij deze vraag houden, verwacht het college een spoedprocedure van de Meiroenschool om toch al eerder dan bijvoorbeeld over 5 jaar pas met uitbreiden te kunnen beginnen. Daar nu al de verwachting is dat het nijpender wordt. Voorzitter, wij stemmen niet met de wijzigingsfinanciële middelen van de programma's en de investeringen op pagina 41. Dank u wel. Dank u wel, heer Borgesius. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, veel is natuurlijk al gezegd en ik zal dat niet gaan herhalen. Onze fractie wou zich in feite even beperken tot programma nummer 9. En dat gaat dan om de extra 60.000 euro die u vraagt voor de bestemmingsplannen. Toen ik dit las, deed mij dat denken aan de recente hoorzittingen die ook in deze ruimte zijn gehouden. Toen verschillende bestemmingsplannen aan de orde zijn geweest. En wat onze fractie daarbij opviel, dat met name die bestemmingsplannen toch werden verdedigd door een externe deskundige. Wij twijfelen absoluut niet aan de deskundigheid van de desbetreffende. Maar we willen toch vanaf deze plaats opmerken dat wij van mening zijn dat het eigenlijk verdedigd dient te worden door een ambtenaar vanuit dit huis en niet een externe. Dat als eerste. Ten tweede, en daar hoeven we nu geen reactie op, want ik denk dat we daar met de algemene beschouwingen op terugkomen. U vraagt 95.000 euro te halen uit de reservecentrumplan. Wij stemmen daarmee in. Alleen we hopen, maar zoals ik dus al zei, en daar hoeven we nou geen antwoord op, dat dit geen gevolgen heeft voor het centrumplan tot aan de Drouwende Mond en voor het centrumplan Oude Markt. Maar we zullen daar met de algemene beschouwingen op terugkomen, voorzitter. Tot zover. Wel, heer Biesem. Ja, dank u wel, voorzitter. Datgene wat gezegd is omtrent groen onderhoud door Partij van de Arbeid en CDA ondersteunen wij van harte. Ook voorstel van het CDA is gewoon het onderzoek een waard, denken wij. Het groen onderhoud moet gewoon beter. En zeker de renovaties die tot nu toe nog niet hebben plaatsgevonden, schijnbaar, die moeten zo snel mogelijk ter hand worden genomen. PvdA heeft het ook over de imagocommunicatie gehad, plus 22.000 euro. Dat was ook een punt die ons opviel. Wat is imago en hoeveel geld heb je daarvoor over? Wij willen graag van u weten waaruit die 22.000 euro dan bestaat, welke evenementen u daarvoor hebt georganiseerd. Schade aan scholengebouwen, dat is toch ook wel een zorgpunt. Totale schade 28.000 euro. U noemt dan vandalisme, vernielingen en blikseminslag en brandschade. ChristenUnie had het daar ook al over. Misschien is het verstandig om eens te kijken of we scholen niet beter kunnen beveiligen, CQ kunnen voorzien van camera's. Want als we elk jaar dit soort bedragen uitgeven voor schade, dan zou je eens kunnen kijken naar betere beveiliging van dit soort gebouwen. Even kijken, wat ons opviel, en daar willen we graag iets van de wethouder over horen, is dat het huiselijk geweld in de gemeente Stadskanaal niet afneemt. Dat er 275 gevallen zijn geregistreerd en dat daarvan maar 43 gevallen bij het steunpunt zijn terechtgekomen. En dan wordt er gezegd van nou, we proberen daar wel iets aan te doen door mee te draaien in de landelijke campagne. Maar volgens ons is dat wat te weinig inspanning om dit grote probleem toch binnen de gemeente op
te lossen. Dat was het, dank u. Dank u wel. Dames en heren, ik wil de vergadering schorsen tot in elk geval 7:45. Misschien ook nog iets langer. De vergadering is geschorst.
herop de vergadering. Meneer de voorzitter, dames en heren, eerst een paar korte opmerkingen van mijn kant en dan zullen de andere leden van het college ook reageren. De heer Kanter en de heer Biezen hebben een opmerking gemaakt over de imagocommunicatie. En zoals u dat op, ik meen pagina 27, ook al hebt kunnen lezen, was er bij de opening van het winkelseizoen. Ja, je zou kunnen zeggen, imagocommunicatie, wat kun je daar nou onder verstaan? Ik zou willen zeggen, dit was iets wat wij graag ook aan het centrum van Stadskanaal wilden aanbieden als een soort afsluiting van datgene wat we allemaal in het centrum gehad hebben, even los van Hoofdstraat en de Oude Markt. Daar komt u straks nog wel wat over te horen. En dat we dit daar ook kosten voor hebben gemaakt, waarvan we niet helemaal konden voorzien dat het over deze kosten zouden gaan. Ik ben het met de Kanter eens. We hadden u tussentijds, al was het ook maar schriftelijk, maar misschien ook wel hier en daar mondeling, kunnen informeren om daarover wat u nadere informatie te geven. En het waren dus de activiteiten aan het begin van het winkelseizoen, waarvoor wij een groot gedeelte van de kosten voor onze rekening hebben genomen als een gebaar ook in de richting van de middenstand hier in Stadskanaal. Nu de Kanter zo vroeg van zou er niet iets zijn wat je in de standaard zou kunnen opnemen. Nou, u hebt het gezien, we hebben dat niet gedaan bij de begroting 2009 en volgende. Waar wij wel tegenaan lopen is sowieso imago, beeldvorming. Ik maak nu even gebruik van datgene wat ook de heer Boy als een keer naar gezegd heeft over de uitkomst van een vriendelijkheidsonderzoek MKB Vriendelijke Gemeente. En als je dan gaat kijken waar wij goed op scoren, is gewoon over de contacten die we hier intern met elkaar hebben. En waarom zitten wij nu op plaats 14? We zijn gestegen, maar waarom zijn we op plaats 14 blijven hangen? Omdat het imago, het beeld dat mensen van buitenaf over ons hebben, van de gemeente Stadskanaal is over de veenkolonie, maar het beeld, daarin scoren we heel laag. En misschien moeten we toch met elkaar het over hebben dat we daar wat aan zouden moeten doen. En dat gaat uiteraard dan geld kosten, ik weet niet hoeveel, maar het is een signaal die we misschien ook de 10e nog eens een keer, 10e november, met elkaar verder zouden kunnen bespreken. De heer Plieger heeft gevraagd over projecten, over aanvragen en gestart daarvan, maar vooral ook over, is dit nou de vorm van begrotingsopzet met deze programma's die we zouden moeten blijven volgen, of moeten we daar op een ander moment eens een keer met elkaar over hebben om dat te veranderen? Of niet. Ik wil u opwijzen dat wij aan het begin van deze zittingsperiode van deze raad hebben afgesproken dat we het op deze manier zullen doen. En dat er dus vanaf 2010 er eventueel een ander besluit genomen zou kunnen worden. Dat betekent dat we dan in 2009 in elk geval met elkaar over moeten hebben hoe het in de volgende 4 jaar zou moeten gaan. Misschien op dezelfde manier, misschien anders. Voorzitter. Kijk, u moet mijn vraag ook niet zien in het licht van dat we dit niet goed vinden. Absoluut niet. Het zijn goed leesbare nota's. Alleen, ja, soms vraag je af, zijn er verbeterslagen te maken? Dat is eigenlijk toch wel de opzet van het geval. Ik kan me voorstellen dat wij, waar u zelf het woord bijzondere bijeenkomst al genoemd hebt, dat wij in 2009 via het presidium daar een keer een moment voor inruimen om daar met u over te hebben. En dan kunnen we ook heel open met onze medewerkers die daar natuurlijk heel goed zicht op hebben met u over daar in gesprek gaan. Mijn laatste punt gaat over de opmerking van de heer Biezen over huiselijk geweld. Als je naar de cijfers kijkt die in het stuk staan, op pagina 14, dan heeft hij gelijk. Het gaat om incidenten en dat er maar 43 slachtoffers hulp gezocht hebben bij het advies en steunpunt huiselijk geweld. Dat klopt. Dat er een groot verschil in zit, dat klopt. Maar heel veel van die incidenten, daarvan zeggen de slachtoffers, degenen die daarbij betrokken zijn, ook heel vaak dat ze verder geen hulp willen. En we zitten niet in de situatie op dit moment dat we dan ook hulp kunnen opleggen. Wij
We proberen daar wel zo goed mogelijk invulling aan te geven, ook door extra voorlichting. Dat ziet u ook in het stuk staan, dat zowel landelijk, dat is regionaal, als ook hier plaatselijk te willen gaan doen. En dat zal u ongetwijfeld in de komende tijd nog meer over horen. Vooral ook omdat per 1 januari 2009, zeg ik even aan mijn hoofd, ik geloof dat het correct is dat de burgemeester nog meer mogelijkheden krijgt in het kader van huiselijk geweld, om daar ook daadwerkelijk op in te grijpen. En dan vervolgens ook zowel naar de slachtoffer als ook naar de dader een hulpverleningstraject aan te bieden. En ook dan zal het niet in alle gevallen mogelijk zijn om dat op te leggen. Dan blijft het nog altijd een zaak van vrijwilligheid. Maar het is een probleem die groeiende is. Misschien niet omdat het probleem op zich groeit, maar omdat de aandacht in de samenleving en de bereidheid van slachtoffers en soms ook van daders om er aandacht voor te vragen en ook van hulpverleningsinstanties gelukkig groeiende is. Dus het wordt meer manifest en dan kunnen we er ook meer aan doen. Maar dat heeft ook zeker voor de komende tijd hele grote aandacht, zeker van uw burgemeester. Dat was het. Thanks. Burgemeester Van der Kolk. Ja, voorzitter, er is nadrukkelijk gesproken over groen door diverse fracties. Dat verheugt mij op zich, omdat het ook rijmt met de ambitie van het college. Het is zo dat u een half jaar geleden besloten heeft in te stemmen met de installeren van de mobiele teams, de inzet van uitkeringsgerechtigden. Nou, het blijkt nu, en dat hebben we u ook beloofd, dat de kwaliteit vooruit is gegaan, maar nog niet in die mate dat wij ook als college tevreden zijn. En dat betekent ook dat we een nota openbare ruimte gaan schrijven, waarbij we ook naar de toekomst toe een nog verdere impuls willen geven aan het groenonderhoud en daarnaast ook aan het onderhoud van grijs en wegen. Een aantal punten die kunnen daarin verwerkt worden. Gaat het bijvoorbeeld over de afstemming met Stadskanaal, wijkaanpak Stadskanaal, als je het hebt over het betrekken van bewoners bij het groenonderhoud, waaraan CDA refereert. Dan kan je het bijvoorbeeld ook hebben over de werking van het servicenummer. Dat zijn voor mij zaken die allemaal een plek kunnen krijgen in die nota openbare ruimte. Ik denk dat je het niet ad hoc zelfstandig onafhankelijk van elkaar moet behandelen, maar dat je dat in één nota kan verwerken, zodat je na de komende jaren ook een stuk duidelijkheid kan scheppen. En ik ben het met u eens, als u ook nog eens een keer onderschrijft, dat met name door het feit dat er minder middelen beschikbaar waren de afgelopen jaren, het feit dat er fors bezuinigd is, dat leidt tot een achterstand. En daarom pleiten we ook voor een renovatie. En misschien is er meer nodig. En daar wil ik dan ook graag met u op terugkomen te zijn de tijd. Een van de zaken die we ook gaan evalueren, wat ik u ook al eerder heb toegezegd, is de wijkbudgetten, de budgetten voor de wijkraden. Bij de voorjaarsnota 2009... willen we u een voorstel doen van hoe we met die budgetten omgaan. We hebben gezegd, we gaan daar nu ervaringen in opdoen. En tot en met 2009 is een en ander gefinancierd. Maar vanaf 2010 zullen er nieuwe, andere, wellicht ook meer middelen moeten worden aangewend om een en ander te financieren. Daar kom ik ook op dat punt terug. En daarmee geef ik ook antwoord op een vraag van de Partij van de Arbeid. Het Centrum voor Jeugd en Gezin. Op pagina 8 kunt u een en ander lezen. Ik kan u zeggen dat het college ingestemd heeft met een voorstel aan de Raad die we u toe laten komen ten aanzien van de WMO-beleidsplan. Er ligt een reactienota inmiddels van de kant van het college. En tijdens de eerstvolgende reguliere raadsagenda kan de WMO-beleidsplan geagendeerd worden. En daarmee geeft u ook kaders aan voor de verdere invulling van het WMO-beleid. Ondertussen zijn we wel verder gegaan. We zijn ook verder gegaan met de voorbereidingen van het realiseren van de Centra voor Jeugd en Gezin. En we zijn ook voornemens om al volgend jaar een pijler te starten. En dat doen we samen met Vlagwedde, maar wel in afstemming met de andere Groningen gemeenten en met de provincie. En dat heeft er onder andere toe geleid dat we binnenkort ook met de provincie Groningen een bestuursakkoord willen ondertekenen. U heeft informatie over. Vanuit wel even vermelden zwaard in dit geval. Die wil ik nog even interromperen. Ja. Oh. Doe dat op zijn eigen wijze. Dag al even, wat is dat voor een geluid? Ik dacht al in het zit van neus te staan. Probeer even van Hamster. Ja. Nou, voorzitter, nou even een vraag daarbij. Over dat.
even terugkijken over de jeugd en gezin. Wij moeten 2009 voor mij wel informatie verschaffen aan de Rijksoverheid, aan het ministerie. Ja. Is dit ook de overheid die, of dit de informatie die u nu geeft over die pilot die we gaan starten, is dat ook feitelijk het enige waar we kunnen melden? Ja, kijk, de Rijksoverheid geeft ook kaders aan waarbinnen de centra jeugd en gezin gerealiseerd kunnen worden. Het is niet zomaar dat we de vrije hand hebben. Men wil een bepaalde opzet en inrichting van die centra voor jeugd en gezin. Wat denk ik goed is om hier te melden is dat we, en dat heb ik in goed overleg gedaan met wethouder Kuipers van de gemeente Vlagwedde. We hebben ook de beide griffiers eigenlijk gevraagd om een informele raadsbijeenkomst voor Vlagwedde en Stadskanaal te organiseren. Om het met name ook te hebben over dit thema. Het is een vrij omvangrijk thema. Er gaat veel ambtelijke inzet mee gemoeid. We zijn er ook behoorlijk mee op gang. En ik hoop ook u binnenkort wat uitgebreider te informeren over die centra. Van wat erbij komt kijken, wat we moeten verantwoorden en hoe we denken dat te gaan invullen. We krijgen daar ook aparte middelen voor. En we willen ook binnen die middelen die we van het Rijk krijgen ook een en ander opzetten. Maar ik denk dat het wat meer tijd vergt om u daar wat completer over te informeren. En dat doe ik dan ook graag middels zo'n raadsbijeenkomst. Waartoe we de gemeenteraad van Vlagwedde en Stadskanaal gezamenlijk willen uitnodigen. Dan was er nog een vraag over het vandalisme. Hè? Pagina 2, ik pak hem er even bij. Kijk, enige jaren geleden hebben we met name gekeken naar de verzekeringspremies en hoe we die laag zouden kunnen krijgen en welke maatregelen we zouden moeten treffen om die verzekeringspremies te drukken. Dat hebben we gedaan. Maar wij willen ten aanzien van de vandalisme wil ik een en ander nog wel eens even uitzoeken. Ik heb dat zelf niet meer zo scherp. Ik ga ervan uit dat de kosten niet tegen de baten opwegen. Maar ik wil er graag nog eens een keer naar kijken en ik kom daar ook even op terug. Dan wordt u daarover geïnformeerd. Als het gaat om de Meidoornschool is het zo dat inderdaad u ook bij de voorjaarsnota al heeft aangegeven extra krediet te willen vrijmaken voor een verzwaarde fundering. En het is aan het schoolbestuur vrij om ook eventueel een extra aanvraag in te dienen in het kader van de spoedprocedure. En voor zover ik weet ligt die hier niet. En als die spoedprocedure er ligt en men denkt van ja, er is een bepaalde groei waar het gemeentebestuur kritisch naar moet kijken, dan doen we dat. Voorzitter, ik dacht even dat u misschien twee dingen naast elkaar zou behandelen. U had het even over de nota openbare ruimte. Sorry. En wat dus inderdaad meer behelst dan alleen maar het groen. U zegt in deze nota komt eraan. Kunt u ten eerste een toezegging doen over wanneer die nota er is? En ten tweede, wij hebben een vraag geformuleerd vanuit het CDA als het gaat om de visieontwikkeling met betrekking tot groen. Hoort die niet in uw portefeuille? Of, ik wou toch wel graag daar een antwoord op. Als het gaat om die nota openbare ruimte, wordt met name ook ingegaan op groen. Van hoe we daar denken mee om te gaan. Daar gaan we het hebben over kwaliteitsniveaus. Ja, maar in die nota openbare ruimte heeft u het niet over dat er een visie ontwikkeld wordt met behulp van waarvan wij zeggen van haal een landschapsarchitect erbij om te kijken van hoe krijgen wij deze beelden van waar Stadskanaal aan gaat nu eens een keer goed. Ja, misschien draagt het zelfs bij aan wat de burgemeester al aangaf, ja. wat het imago van Stadskanaal betreft. Ja. Wij willen daar een duidelijke. Maar ik neem die suggestie, nemen wij te harte en daar zullen we het ook nog over hebben. Nou, ik denk met name dat dat een plek zou kunnen krijgen in de nota openbare ruimte waar ik net op doelde. En, maar die hoe kunt u, komt hoe u, kunt u nou personen in een nota opnemen? Nee, niet personen, maar wel. Ik denk dat u het ook niet over personen heeft, maar dat u, zo begrijp ik het, een landschaparchitect nog eens een keer ernaar wil laten kijken, zodat het groen op een heel goed niveau gaat komen. Stadskanaal, de gemeente Stadskanaal, ten aanzien van het groen op een goede manier wordt ingericht. Ja, maar wij bedoelen niet suggestie dat, heb ik genoteerd. Ja, maar wij bedoelen niet dat zeg maar een landschapsarchitect nog eens een keer gaat kijken hoe wij het nu doen. Mm-hmm. Wij bedoelen meer dan een landschapsarchitect gaat kijken van hoe zou je het kunnen gaan doen. Laat hem met frisse ogen naar onze gemeente kijken. Ja. Laat hem met die ogen naar onze gemeente kijken waarvan wij zeggen van hey, misschien draagt het zelf wel bij aan het imago. Of misschien hebben we wel bepaalde beelden, wijken, waarvan wij zeggen van dat zou mooi zijn als we in die richting iets ontwikkelen. Maar vindt u het goed dat ik die suggestie meeneem en dat ik daar wel op terugkom bij de behandeling van de nota openbare ruimte? Want dat zijn ook zaken waarvan ik ook zoiets heb van die wil ik graag eens even wat breder bespreken. U geeft ook aan
dat u het belangrijk vindt om ook bewoners te betrekken ten aanzien van het groen onderhoud. Nou, hoe rijmt het een met het ander? Daar moet je even wat breder naar kijken en daar komen we dan op terug. Maar dan willen wij wel een concrete datum waarop die nota er ligt. Ja, ik heb... We hebben goede ervaringen als het gaat om afspraken, maar wat ja. notas aangaat, maar we willen ze nu ook gewoon... Ja, nou, ik begrijp, maar een datum. Ik vind het heel fijn dat u het belangrijk vindt dat die nota er komt. Ik zit ook even te zoeken in de najaarsnota of daar ook wordt gerept over een datum. Volgens mij bij de begroting wel. En ik heb natuurlijk ook met de beleidsambtenaar gesproken vorige week nog. Ik vind het altijd wat lastig om in te schatten van wanneer het precies komt. Maar het idee is wel om dat ruim voor de voorjaarsnota, voor de bloeiende nieuwe voorjaar, dat aan de orde te hebben. Het idee is dat het er komt. De datum. Het is niet het idee wat we hebben. Stel voor dat u over die datum met elkaar communiceert op de 10e november. Goed. Maar als het gaat... Dan hoort u van de wethouder of u een datum heeft. En als u niet tevreden bent, komt u dan op terug. Akkoord. Dan komen wij bij de begrotingen zeker op terug als u geen concrete datum kunt noemen. Nee. Maar ten tweede wil ik toch de wethouder meegeven. Wij hebben het over een visieontwikkeling. En dat betekent als er een visieontwikkeling pas gaat plaatsvinden, als die nota er ligt, wij dat eigenlijk te laat vinden. Ja, daar kun je op kortere termijn mee aan de slag. Ja, dat ben ik het met u eens. Het staat alweer van wat versta je dan onder een visie. Maar wat ik ook al aangeef, de behandeling van de service, van de servicelijn. Dat thema, het thema hoe betrek je bewoners erbij. Het thema van hoe financier je een en ander. Hoe ga je om met die achterstallig onderhoud. Hoe ga je om met je inrichting van je gemeente. Dat soort thema's worden een onderdeel van die nota als het aan mij ligt. Ja, maar daarmee... Goed. Ik wil me in elk geval nog even met straks beraden over het een en ander hoe wij hierop gaan reageren. Want ik ben eigenlijk op dit moment niet tevreden over uw antwoord. Maar wil ik nog één ding aangeven, voorzitter. Oké, dan staat de tweede termijn nog. Ja, wij zitten natuurlijk ook altijd met die begrotingscycli. En wat u hier kunt lezen in de najaarsnota, en ik denk dat de begroting daar nog wat meer over heeft, is dat wij, zo staat het hier letterlijk op pagina 22. Wij zijn bezig met het opstellen van een nota openbare ruimte, waarin wij onder andere het groen onderhoud evalueren. Daaruit voortvloeiende financiële consequenties worden bij de voorjaarsnota 2009 verwerkt. En dat betekent dan, als je terugredeneert, dat het ergens in deze winter toch eens aan de orde moet komen. Ja? Vervolg. Gereed, wethouder Bessemenders. Voorzitter, dank u wel. Ik ga op de punten in die mee aangaan. Dat zal u niet verbazen. dat was de aanloop. Soms vraag ik me af waarom altijd bij dit soort opmerkingen spontane hilariteit ontstaan. Ja, daar staat iedereen versteld van. Nou begin ik met één, dat gaat over onderuitputting. En het is de vraag van wie daarover gaat. Maar het betreft... Het betreft onderuitputting van ruim een ton waar het CDA over sprak en dat heeft twee oorzaken. De ene oorzaak is dat het gaat om 65.000 euro die betrekking heeft op centrumontwikkeling van Musselkanaal in verband met uitstel van investeringen. En u weet dat wij daar inmiddels overeenstemming over hebben met Wooncom dat wij in fase 1 gaan ontwikkelen. Nou, vervolgens moet je wel wachten met de inrichting van het openbaar gebied totdat er gebouwd is. Dat is één van de oorzaken van de onderuitputting, 65.000. En de andere 35.000 heeft betrekking op infrastructurele werken die volgen op herstructureringswerkzaamheden in Onstwedde, Alteveer en Mussel. Dus met andere woorden, daar moet nog gesloopt en nieuw gebouwd worden, of er is deels gesloopt, er wordt nieuw gebouwd. En dan kunnen de werkzaamheden plaatsvinden die waarvoor al investeringen waren geraamd, maar die nog niet zijn uitgevoerd. Dus vandaar op die twee punten die onderuitputting van een ton. Voorzitter. Ja, ik ben blij met uw toelichting. Het is duidelijk dat de inzet van u om in Musselkanaal, zo begrijp ik het toch, hè? 65.000 euro heeft het over en de gevolgen die daarna kwamen waren ook nog 35.000 voor de infrastructuur. Waar het ons om gaat is, wij hopen gewoon dat onderuitputting zo weinig mogelijk voorkomt. En wij vertrouwen erop dat u zich inzet
om te zorgen dat dit ook inderdaad zo weinig mogelijk voorkomt. En we hebben het idee, zoals u nu toelicht over Musselkanaal, dat we daar heel tevreden zijn met hoe de gang van zaken er nu voor staan. En hopen ook dat het project gestalte krijgt binnen afzienbare tijd. Oké, voorzitter. Dank u wel. Dan ga ik blijf even bij de CDA. Dan gaat het over openbare verlichting. Dat gaat om die investering van 2,5 ton, waarvan u zegt van nou, daar zijn wij wel wat van geschrokken. U was niet de enige. Maar het punt is wel van wij hebben te maken met een forse prijsstijging als het gaat om lichtmasten en wat dies meer zei. En die stijging die bedraagt ongeveer 25% als het om de kostprijs gaat. En dan moet u denken aan 1000 euro per mast naar 1250 euro per mast. Nou, wij plaatsen ongeveer 160 lichtmasten langs de Atlantislaan, Vledderweg, Vledderkanaal en Spoorstraat. Dan heb je het over pakweg 160.000 euro oud naar 2 ton nieuw. En de overige 50.000 euro, dat is dus, zijn dus kosten van dat dynamische systeem waar wij die pilot mee willen draaien. Dat maakt het bedrag van 250.000 euro. En als u zegt dat is hoog, dat is ook hoog, maar het is wel de kostprijs van het verhaal. U zegt van wij gaan toch wel op een bepaalde manier eerst een beleidsplan vaststellen en dan de hele zaak uitvoeren. Uiteraard is dat de bedoeling. Maar wat wij juist met die hele pilot beogen, dat ook u als raad, maar we hebben een hele lijst met organisaties die we eigenlijk bij die voorbereiding willen betrekken, kunnen laten zien hoe het systeem functioneert. Met andere woorden, dat u ook letterlijk 's avonds kennis neemt van de DIM mogelijkheden van het openbare verlichtingssysteem, het zij dynamisch, het zij statisch. We zullen daar uiteraard ook groepen bij betrekken vanuit plaatselijke belangorganisaties, vanuit de seniorenraad. En ik heb hier een hele lijst, hier staan er wel 12 op, of daar allemaal nodig is, daar moeten we nog even over hebben. Maar toch dat we breed daarmee aan de slag gaan. En ik meld u, voorzitter, dat meld ik nu ook maar direct, vanwege de breedte en vanwege dit draagvlak, om dat draagvlak te creëren, slagen wij er niet in om u in december van dit jaar al een beleidsplan openbare verlichting voor te leggen. Nou herinner ik mij net de discussie van zo pas. Dus u krijgt van mij geen datum, maar ik beloof u wel dat het voor 1 juni zal zijn dat u het openbare verlichtingsplan wilt u ook even krijgt melden toegezocht. Welk jaar, Bernhard? Ja, ik denk dat komt er wel één achteraan. 2009, voorzitter. Dus in elk geval, we gaan eerst een beleidsplan vaststellen en dan de zaak verder uitvoeren. Maar uiteraard gaan we heel nadrukkelijk gebruik maken van de ervaringen die wij opdoen met de plaatsing van de nieuwe masten in Vledderveen en in Stadskanaal. De ChristenUnie die geeft complimenten, waarvoor dank, voorzitter. Wij zullen die uiteraard doorleiden naar de bestemde plek. En de VVD die zegt bestemmingsplannen kosten 60.000 euro extra. Ik moet de VVD wel melden dat dat niets te maken heeft met de inschakeling van een kracht die wij hebben ingehuurd in verband met de vacature. Want die wordt gewoon betaald uit het geld dat wij besparen door die vacature. Die extra kosten die houden verband met extra onderzoeken die wij hebben moeten verrichten in het kader van milieueffectrapportages. En staan dus los van de inschakeling van een ambtenaar die wij tijdelijk inhuren. En dan noemt u nog dat wij kosten dekken uit de reserve centrumplan Stadskanaal. En dat u ons waarschuwt van let op, dat gaat toch niet ten koste van. Nee, die reserve die is ook niet bedoeld voor de Hoofdstraat en de Oude Markt. Dat is juist bedoeld exclusief de Hoofdstraat en de Oude Markt. Dus het gaat niet ten koste van de Hoofdstraat en de Oude Marktontwikkeling als wij daaraan kosten onttrekken. Voorzitter, dat was het. Dank u wel. Dank u wel. Wat had het boor? Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, als ik het goed heb, dan zijn er voor mij twee vragen blijven liggen. Dat is een vraag van de Partij van de Arbeid met betrekking tot de kosten van de mestlozing van 76.000 euro. Er werd gevraagd of wij die kosten al binnen hebben. Dat is niet het geval. Er loopt een invorderingsprocedure op het ogenblik daartegen. Dan een vraag van de ChristenUnie, Oost-Groningen Digitaal, die 20.000 euro.
Oost-Groningen Digitaal zijn wij tussentijds uitgestapt in 2007. Dat heeft wel het gevolg dat we het bedrag wat we tevoren afgesproken hebben moesten betalen. Er resteerde nog 20.000 euro van. Dus het is gevolg van tussentijds uitstappen. Je moet wel contractueel je verplichting voldoen. Dank u. Dat had het uit. Dank u wel, voorzitter. Mijn reactie betreft twee vragen en opmerkingen. Om te beginnen, punt van minder gebruik, bijzondere bijstand en participatiefonds. Opmerking, vraag van zowel de ChristenUnie als Partij van Arbeid. Ook wij hebben geconstateerd dat er minder gebruik is van de bijzondere bijstand en participatiefonds. De oorzaak is voor ons ook niet eenduidig. In de nota minima beleid die u in december zal worden aangeboden, zullen wij er nader op ingaan. En het betreft in ieder geval de inzet van minima voorlichters. Ook de vermindering van onze regels, waardoor wij verwachten dat het gebruik daarvan ook zal kunnen toenemen. En onder meer uitzicht dat ook in het feit dat wij nu het jeugdsportfonds ook gaan inzetten om op dat onderdeel de gebruik sportbevordering onder de jeugd te willen bevorderen. Dan, de ChristenUnie heeft nog gevraagd over het programma Bereken je recht. Ik kan u melden dat het proefprogramma is uitgebreid getest. Het ambtelijk advies, dat zal volgende week het college passeren. En ik kan u op 10 november tijdens de algemene beschouwingen informeren over de uitkomst van dit programma. Dat waren mijn bijdragen. Voorzitter, mag ik even... Heb ik u goed begrepen dat u nu zegt dus dat die minimanota in december aan de orde komt? Die krijgt u in december aangeboden. Dat heb ik al eerder toegezegd. Nou, dat was niet... Dus in december komt die in de raad? Nee, wordt u aangeboden. Wordt u aangeboden, dat betekent dat dan op het presidium gaat kijken wanneer dat dit beste op de agenda geplaatst kan worden voor een normale behandeling. Akkoord. Voorzitter, ik heb ook nog een vraag. Dat gaat dan over de module bereken je recht. Het verbaast mij dan wel dat ik, als ik uw antwoord hoor, wethouder, als ik dan in dit stuk lees, de evaluatie van het bestuursakkoord, dat de module bereken je recht niet toepasbaar blijkt en besloten is om niet verder te gaan met deze module. Als u dan nog daarover in het college gaat praten, deze passage verbaasde mij sowieso al hoogstelijk, maar nu ben ik de kluts helemaal een beetje kwijt. Vandaar voorzitter, ook inderdaad mijn vraag. Maar nu ik dit antwoord krijg, denk ik, ik herhaal mijn vraag niet meer. Nu komt het toch nog aan. Nee, ik herhaal wat ik net zei. Het ambtelijk eindadvies vind ik formeel, moet het college passeren voordat dat advies ook naar de raad gaat. U meldt wel al iets over in uw evaluatie. Dat namelijk dat berekening echt niet toepasbaar is. Dat klopt ook. Dat klopt, ja. Maar goed, uitgebreid wordt u op 10 november geïnformeerd over de stand van zaken. Dat lijkt me wel zo netjes. We zijn al geïnformeerd. Ja, u moet even letten op het woord uitgebreid. Voldoende? Oké. Okay. Tweede termijn. Schorsing nodig? Ja. 5 minuten ongeveer. Zoiets? Ja. Mag wel een minuutje bij smokkelen hoor. Vergadering is geschorst.
Ik heropen de vergadering voor de tweede termijn over de najaarsnota. En ga maar even het rijtje bij langs. Ik kan er niet in vliegen. Ga er gaan. Voorzitter, ten aanzien van de nota openbare ruimte zijn wij blij met de toezegging dat deze nota er in de winter zal komen. Dus voor de voorjaarsnota. Maar wij zijn niet tevreden met het antwoord van de wethouder. En wij willen er ook een motie indienen. De heer Plieger dient de volgende motie in. De raad van de gemeente Stadsgraaf in vergadering bijeen op 27 oktober 2008 spreekt uit dat in de nota openbare ruimte, waar mogelijk, de visie van een externe deskundige op het terrein van de inrichting van de openbare ruimte wordt betrokken en gaat over tot de orde van de dag. Is ondertekend door de heren Plieger, Kanter en Borgesius. Kan uitgedeeld worden, maar het onderdeel van de beraadslaging. Ik, voorzitter, mag ik één ding toevoegen? Ik vergeet nog de ondersteuning voor dit voorstel of voor deze motie over te brengen. En mijn dank daarvoor. Oké. Okay. Sorry. Moet nog een beetje wennen. Nou, je hoeft niet altijd te doen hoor. Dus, het is goed om aarde voor elkaar te zijn, maar. Het moet niet te gek worden. De heer Wips. Voorzitter, misschien nog even naar aanleiding van de motie, maar die heb ik nog niet. Oké, wachten we daar even. Heer Wips, ga ervan. Nou, voorzitter. Stemverklaring over de motie kan straks worden. Het gaat nu even om de gewone tweede termijn, als u daar behoefte aan heeft. Nou, oké, dan doe ik straks nog even een verklaring over de motie. Maar nog één opmerking, misschien kan daar ook nog de visie van het college daarop. U krijgt een reactie op de motie. Sowieso. Heer Borgesius? Heer Biezen? Ook niet het geval. Dan. Ligt in afval de motie voor. En anders zijn er geen opmerkingen of vragen gedaan. Wethouder Van der Kolk, wilt u daarop reageren? Ik kan u zeggen, voorzitter, dat het college met deze motie uit de voeten kan en ook uit de voeten wil. Dus in die zin ook deze motie ook steunt. We zien geen bezwaren. Dank u wel. Dan komen we bij de besluitvorming, dames en heren. Eerst komen we bij de motie. Wens iemand stemming over deze motie? Of wens iemand aantekening dat hij tegen deze motie is? Blijkt niet het geval, dan is de motie met algemene stemmen aanvaard. Dan kom ik bij de besluitvorming zelf. En dan gaat het over de beslispunten. De begroting 2008 wijzigen volgens de bijlagen 1 en 2 van de najaarsnota. Heeft iemand van u daar opmerking over? Dat is niet het geval. En de budgetten voor de investeringen onder hoofdstuk D. En dat is, als ik het goed heb, op pagina 41. Als u daarmee kunt instemmen. Pagina 41, hè? Akkoord? Conform besloten. Dan gaan wij naar agenda punt 12. Want 11 hebt u van de agenda gehaald. De programma en de overzichten en voorzieningen. Huisvesting onderwijs 2009. Wie van u? Verder niet. Gaat u wel. Ja, dat mag. Als het kort is, mag u dat zo vandaag. Ja, heel kort. We hebben als fractie geconstateerd dat er weer zorgvuldig en kritisch gekeken is naar. Wensen en dat er prioriteiten zijn gesteld, er zijn keuzes gemaakt. Wat opvalt is het aantal afwijzingen ten aanzien van de onderhoudsvoorzieningen.
Ook voor wat dit item betreft gaan wij ervan uit dat dit adequaat is behandeld en dat wij niet achteraf gepeperde offertes krijgen als het gaat om achterstallig onderhoud. Wat dat betreft daarover en wij stemmen in met de 4 genoemde beslispunten. Dank u wel, mevrouw Bommers. Nog iemand? In geval wethouder van de Kolk. Ik kan zeggen dat het college hetzelfde vertrekpunt heeft en ook hetzelfde vertrekpunt kiest. Dus een en ander is zorgvuldig gebeurd, dat mogen we ook aannemen met z'n allen. En het is ook zo dat de schoolbesturen ook instemmen met het voorstel zoals het hier nu ligt. Dus ook van die zijde is er nog eens een keer kritisch naar gekeken. En dan is de kans ook groot dat het ook klopt. Ook vanuit hoor. Akkoord. Dat kunt u instemmen. Akkoord. Dan besluitvorming zonder debat punten 13 en 14. Kaderrichtlijn water en de straatnaamgeving. Iemand van u daar een opmerking over? Heer Bogeesjes. 14 bedoelt u? Ja, 14. Staat er nog heen. Gaat ervan. Ja, wij weten, voorzitter, vanzelfsprekend dat hier een commissie is die zich daarmee bezighoudt. Alleen bereiken ons toch signalen met de vraag of het misschien wanneer het in de toekomst weer gaat spelen. Of we misschien dan niet de bevolking moeten uitnodigen, de daar betrokkenen, laat ik het zo dan maar formuleren. Of ze dan misschien ook voorstellen voor naamgeving in kunnen dienen. Dat is een opmerking in zijn algemeenheid. We hebben een suggestie mee naar de commissie. En zo dat aan de commissie voorleggen. Andere opmerking nog? Niet het geval. Kunt u instemmen? Dames en heren, voordat wij tot de sluiting overgaan, heb ik nog 2 zaken even met u te bespreken. De eerste betreft de behandeling van de begroting op 10 november. U weet dat wij met elkaar afspraken gemaakt dat u op 10 november zelf zo ongeveer zo'n 5 minuten per fractie krijgt om in kort een aantal hoofdpunten, highlights van uw inbreng voor het voetlicht te kunnen brengen. Maar dat betekent dus wel dat voor die 10 november, ruimschoots daarvoor, dat u in ieder geval de teksten die u hebt opgesteld als fractie voor de algemene beschouwingen ook bij de afdeling communicatie inlevert en dat u daar dan vervolgens ook kennis van kunt nemen over en weer. Nou, we hebben daar een paar afspraken over gemaakt, maar het lijkt me goed, want ik kreeg zo net in de wandelgang wat signalen erover, dat we dat dan een keer met elkaar herbevestigen. Ik kijk even naar de afdeling voorlichting. Wanneer moeten die dan binnen zijn? Oh, afdeling Griffie. Oké, dan kijk naar de Griffie. Wanneer moeten die dan binnen zijn? Als jullie het geen van allen weten, dan bepaal ik het zelf. Hoeveel? Nee, niks over de pagina. Het gaat even over het inleveren van de spullen. Wups? Ja, voorzitter. We hadden aanvankelijk gewoon afgesproken bij de algemene beschouwing een week van tevoren. Die individuele ouders dinsdag voor de fracties al binnen zou zijn. Dus uiterlijk die laatste maandag voor de raadsvergadering. Dus een week eerder dus precies. We hebben op de maandagavond 3 november hebben we een bijzondere raadsbijeenkomst. Ja, dan zou volgens de afspraak zouden we naar elkaar en naar de Griffie moeten gestuurd zijn. Dan. Dat is de afspraak. Maar bij de voorjaarsnota bleek toch dat sommigen het niet klaar hadden. Geen beschouwing over wat in het verleden. Even een concrete afspraak. 3 november, 12 uur. Hebt u het niet, dan wordt u door de Griffier en mij daar s'avonds op aangesproken. Maandag 3 november, 12 uur. 12 uur. 'S nachts is 24 uur. Goed, daar hebben we dan met elkaar afgesproken. Dan hebben we een goede voorbereiding voor de vergadering van 10 november. En dames en heren, u hebt van mij als voorzitter van het presidium ook een brief gekregen over het feit dat wij u hebben meegedeeld dat mevrouw Prins niet meer werkzaam is als Griffie-medewerker. En dat ik in die brief ook gezegd heb dat het ons een goed moment leek om na afloop van deze raadsvergadering, nu op dit moment, ook daar bij stil te staan. Dat hebben we ook gedaan bij de andere medewerkers van de Griffie die andere posities ook in dit huis hebben ingenomen, andere keuzes hebben gemaakt. Dat is ook bij mevrouw Prins het geval en het leek ons goed om dat vanavond
even aandacht aan te besteden. En zij is aanwezig, heb ik gezien. Heeft ook deze raadsvergadering nog weer meegemaakt. We weten dat er voor de raadsvergaderingen veel werk verzet moet worden om u op tijd van alle stukken te kunnen voorzien. Ook om vragen die u hebt te kunnen beantwoorden. Daar is de griffie voor, daar is de griffier voor, daar zijn de griffiemedewerkers voor. En die zijn door u ook op vele momenten ook rechtstreeks persoonlijk daarin in betrokken. En dat was ook bij mevrouw Prins het geval. Het kost een beetje moeite om mevrouw Prins, ik heb altijd over Anita, maar goed, de officiële vergadering kan het niet. Maar daar was u ook altijd bij betrokken. Ja, een aantal jaren dat u betrokken was bij de griffier en bij de griffie. Daar die werkzaamheden heeft gedaan. Hartelijk dank daarvoor. Veel succes in de nieuwe functie. Maar dat doen we niet zomaar, want ik loop even naar buiten. Dan haal ik even wat u op. Als u ondertussen naar beneden komt, dan komen we elkaar hier bij de trap tegen. Het is de laatste vergadering van de maand, dus wij treffen elkaar in de patio. En daar kunt u haar ook dan nog straks even de hand drukken en ook uw persoonlijke erkentelijkheid uitspreken. Ik sluit de vergadering. Wens u wel thuis. Vraag wel even het presidium nog even kort op mijn kamer te komen.